Is dat spannend, zeg maar, als je je eerste boek uit hebt? Het is ongelooflijk spannend. Het is eigenlijk het spannendste wat ik ooit gedaan heb. Een film, dat maak je met een hele groep mensen en dat is ook heel spannend. En dan hoop je natuurlijk ook dat mensen het mooi vinden. Maar als er eens een keer iets niet helemaal gelukt is in een film, dan, ja, omdat je het met een grote groep maakt, deel je ook die verantwoordelijkheid. En als je een boek maakt, doe je het helemaal in je eentje. Het boek is ook dicht op mijn eigen huid geschreven. Dus ik heb ook soms het gevoel dat ik een luikje open heb gezet in mijn hoofd van kom eens even bij mij naar binnen kijken. En in mijn kwetsbaarste momenten heb ik ook het idee dat ik gewoon naakt de straat op ben gegaan. En dat ik me helemaal nergens meer achter kan verschuilen. Een gedeelte van jouw leven waar misschien een boek over geschreven zou kunnen worden? Ja, dan ga ik toch meteen natuurlijk naar het meest dramatische in mijn leven. En dat is wel dat ik best wel redelijk relatief jong mijn vader ben verloren. En eigenlijk die jaren daarvoor, dat was denk ik dan wel het meest interessante, denk ik. Of tenminste, ja, interessant klinkt zo stom als iets wat zo pijnlijk was. Maar ja, dat heeft me natuurlijk enorm gevormd. Dus dat zou wel, denk ik, ja, dat zou ik doen. Maar zou je dat kunnen, zou je dat net zo dichtbij je kunnen houden als wat Antoinette dit boek heeft geschreven? Ik weet het niet, ik ben ooit, denk ik nu 12 jaar geleden, ooit begonnen op mijn laptopje. Mijn allereerste laptop. Beginnen met schrijven, maar ik denk niet dat ik het kan zoals Antoinette kan. Zou dat wat voor jullie zijn om zo'n persoonlijk boek te schrijven? Want je komt, ja, het lijkt me best wel eng ook ergens. Ja, is wel zo, maar ik denk vooral als je ook echt iets hebt meegemaakt. Ik denk dat als ik een heel persoonlijk boek zou schrijven... Ik heb niks meegemaakt. Ja. Dan moet het echt over mijn zielenroerselen gaan. En ik weet niet, het heftigste wat ik in mijn leven heb meegemaakt is de scheiding van mijn ouders. En meer recentelijk de dood van mijn vader, wat heel verdrietig is. Maar dat is nog niet zo'n catchy verhaal dat iedereen dat zou willen lezen, vrees ik. Zou het iets voor jullie zijn? Ja, ik zou het graag, ik hoop het wel, maar ik denk dat ik, ja, ik weet het niet. Nou, ik zou... Misschien op fictiegebied nog wel eens wat kunnen verzinnen, maar om een boek over mezelf, dat, daar zou ik de mensen... Dat, ik vind het heel dapper dat mensen dat... ik denk dat gewoon niet dat ik zo'n heel boeiend leven heb om een heel boek over te schrijven. Nou, is alle goede verhalen of grote kunst of zo, is een persoonlijke connectie ermee, maar is het juist niet een persoonlijk dagboekje? Dat maakt het meer dan een willekeurig iets wat we allemaal wel eens meemaken, maar geeft het je een soort inzicht in... Echt groot verdriet of enorme vreugde of dit is geilheid. Ik hoop dat dit boek ook meer is dan een persoonlijk relaas.